Vandaag een antwoord op de vraag van Marieke. Marieke merkt dat het buikvet, het vet aanwezig in haar buikholte, sinds dat ze in de overgang is geraakt, aan het toenemen is. Dit vindt ze enorm irritant, want dit betekent dat de randen van de broeken die eerder gewoon prima om haar middel zaten, te strak beginnen te zitten. En ook wanneer Marieke een nauwsluitend jurkje draagt, waar het eerder niet het geval is, ze nu de rand van haar ondergoed in dat jurkje ziet drukken. Nou, dat vindt ze echt vreselijk. Dus ze wil absoluut dat buikvet, wat is toegenomen sinds ze in de overgang is geraakt, wil ze weer kwijtraken. Dus ze had hier met haar vriendin over dat ze dan op dieet wilde gaan om te werken aan gewichtsverlies, vetverbranding en dan in de hoop dat ook juist dit het vet in haar buikholte kwijtgeraakt kon worden. En toen zei die vriendin, nou Marieke, gedurende de overgang kan jij het wel vergeten. Want wat jij nu merkt, dat je dit specifiek sinds de overgang zo hebt, dat je buikvet toeneemt, dat is een nogal bekend overgangsverschijnsel. Dus het verliezen daarvan gedurende de overgang, dat kan je wel vergeten, joh. Dat is in die tijd, gedurende de overgang, absoluut niet mogelijk. Want dat doen gewoon die hormonen die niet in balans zijn gedurende de overgang. Dat speelt er allemaal in mee. Dus ja, dat kun je wel op je buik schrijven. De vraag van Marieke is dan ook, klopt dit? Want ik wil absoluut van mijn buikvet af. Ik wil weer dat mijn broeken gewoon weer prima zitten rond mijn middel. Ik wil niet dat wanneer ik een nauwsluitend jurkje draag, dat dan die rand nog zichtbaar is. En ik wil ook absoluut, absoluut niet, daar is Marieke heel stellig in, broeken met een grotere tailleomvang of een maat grootte van jurkjes gaan kopen. Dat wil ze absoluut niet. Dus de vraag van Marieke, klopt het dat je, zoals mijn vriendin zegt, met geen mogelijkheid gedurende de overgang buikvet kan verliezen? Nou, Marieke, laten we eerst eens begrijpen wanneer het buikvet wordt opgeslagen. Welke omstandigheden daarin meespelen, welke factoren daarin meespelen en dus ook hoe de overgang daarvan op invloed is. En of jij dat gedurende de overgang nog wel kan beïnvloeden. Of dat opgeslagen wordt en of dat weer kwijtgeraakt wordt. Of dat ook weer afgebroken kan worden. Nou, eerst de opslag van buikvet. Wanneer wordt vet in algehele zin opgeslagen in je lijf? Dat is wanneer je calorieinname hoger ligt dan het verbruik in je lijf. Wanneer je calorieinname regelmatig hoger uitkomt dan hetgeen verbruik kan worden in je lijf, dan zou dit opgeslagen worden als vet. Wanneer er een evenwicht, genaamd homeostase, heerst in jouw lijf, dan zal en kan onder invloed van het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen dit vet opgeslagen worden onderhuids, in je onderhuidse vetweefsel. Wanneer het evenwicht, genaamd homeostase, echter niet heerst in je lijf en dit hormoon niet goed werkzaam is, bijvoorbeeld oestrogeendominantie heerst in je lijf, wat ook maakt dat dit hormoon niet goed werkzaam is, dan zal het vet wat gevormd wordt uit overtollige calorieën in je dieet, zal onder invloed van het stresshormoon cortisol opgeslagen worden in je buikholte. Nou, dat merk jij dus, Marieke, sinds de overgang. Jij merkt sinds de overgang met name dat er vetten opgeslagen worden in je buikholte. En dat je buikvet dus aan het toenemen is. En dit duidt dus op het feit dat er sinds de overgang vaker een afgifte van cortisol plaatsvindt die jouw vetten niet onderhuids, maar in jouw buikholte aan het opslagen zijn. En dat duidt dus op het feit dat sinds jij in de overgang bent beland, dat evenwicht, genaamd homeostase, welke ik net benoemde, vaker verstoord is geraakt en niet heerst, niet aan de orde is dan in de jaren daarvoor. Evenwicht, homeostase.
Een evenwicht genaamd homeostase in jouw lijf is jouw lichaam voortdurend bezig in stand te houden, te controleren. Maar dat kan jouw lichaam enkel wanneer een ideale voedingstoestand heerst in jouw lijf en een ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan, welke garandeert dat je lichaam met behulp van signaalstoffen zoals hormonen in staat is jouw bloedsuikerspiegel binnen en boven en onderwaarde te laten fluctueren. Jouw bloeddruk goed te reguleren, dus binnen optimale waarden. Het vochtgehalte in je bloedbaan optimaal te houden. De osmolariteit, de hoeveelheid opgeloste stoffen in je bloedbaan optimaal te houden. En de zuurtegraad in je bloedbaan optimaal, en dat is lichtbasis te houden. Hoe is de overgang van invloed op dit evenwicht in je lijf? Gedurende de overgang zijn de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron een periode lang niet in balans in je lijf. En dit zijn dus twee van de signaalstoffen die onder andere bijdragen aan de regulatie van processen in je lijf. Waarop hebben deze hormonen onder andere invloed? Deze hormonen hebben invloed op de vrouwelijke geslachtskenmerken, de uiting daarvan. De vruchtbaarheid van de vrouw. Dus dat is een reden waarom dat vanaf de overgang afneemt. Want ja, dan hoef je toch geen kinderen meer te baren. Maar is ook van invloed onder andere op de vochtverdeling, vochtbalans in je lijf. En als gevolg daarvan het verbruik in je lijf. Want als er te weinig vocht in jouw weefsels aanwezig is, dan zal het verbruik lager worden. En dus ook de brandstofverdeling over jouw lijf. Dit is dus, kan zeer makkelijk verstoord raken vanaf de overgang. Gedurende de overgang zijn de hormonen die van invloed zijn, onder andere op de vochtbalans in je lijf, niet in evenwicht. Waardoor de vochtbalans, de vochtverdeling in je lijf heel veel makkelijker dan daarvoor verstoord kan raken. Daardoor een al veel makkelijker eerder een lager verbruik in je lijf plaatsvindt. En dus eerder de vorming van vet in je lijf. En de opslag daarvan zal dan onder invloed van cortisol plaatsvinden wanneer het evenwicht in jouw lijf niet heerst. En dat evenwicht raakt dus vanaf de overgang veel makkelijker verstoord dan daarvoor. Want het evenwicht hangt ook samen met bijvoorbeeld het vochtgehalte in je bloedbaan, de zuurtegraad in je bloedbaan. En daar hebben deze hormonen dus best veel invloed op. Maar dat evenwicht in je lijf, genaamd homeostase, kun jij ook zelf beïnvloeden. In negatieve zin, ook in positieve zin. Jouw lijf is afhankelijk van jou en de stoffen die aanwezig zijn in jouw voeding om een verstoord evenwicht, iets wat dus vanaf de overgang vooral heel makkelijk kan vinden, met als gevolg dat dan de productie van cortisol snel plaatsvindt en je veel eerder vetopslag in je buikholte hebt. Maar zo'n verstoord evenwicht kan dus hersteld worden, maar alleen wanneer je lichaam van jou alle zogenaamde essentiële voedingsstoffen verkrijgt. Er zijn een aantal voedingsstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen en dus afhankelijk is van jou wil het deze hierover kunnen beschikken. En die stoffen heeft jouw lichaam nodig om die ideale voedingsstofsamenstelling te kunnen bereiken en behouden in je bloedbaan die dat evenwicht garandeert. Dus als vanaf de overgang dat evenwicht in je lijf verstoord raakt en als gevolg daarvan veel makkelijker A of vet gevormd wordt omdat het verbruik in je lijf laag kan worden. En dan ook nog eens specifiek in je buikholte veel sneller opgeslagen kan worden. Als gevolg als het van het verstoorde evenwicht in de afgifte van cortisol veel sneller en vaker dan daarvoor. Dat kan dus ook hersteld worden. Mits jij, Marieke, niet alleen op een caloriebeperkt dieet gaat. Want je snapt natuurlijk om überhaupt vetten af te breken in je lijf is een caloriebeperking nodig. Maar wat je behalve dat moet doen is jouw caloriebeperkte dieet optimaliseren in alle essentiële voedingsstoffen. Dat zijn alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke varianten van aminozuren en 2 specifieke varianten van vetzuren.
Als jij je calorieën beperkt, maar je caloriebeperkte dieet schiet tekort in deze essentiële stoffen welke je lichaam nodig heeft om het evenwicht in je lijf wanneer het verstoord is geraakt te herstellen, ja, dan inderdaad heeft je vriendin gelijk, dan kun je het wel op je buik schrijven. Met het verlies van buikvet kun je dat wel wensen, maar zal dat niet snel aan de orde zijn. Maar Marike, jouw vriendin heeft niet gelijk wanneer jij niet alleen je calorieën in je dieet beperkt de komende tijd, maar je caloriebeperkte dieet ook optimaliseert in essentiële voedingsstoffen. Wanneer je die dagelijks bronnen daarvan combineert in elk moment dat je iets eet en dus dagelijks je lichaam voorziet in deze stoffen en wel dus tegelijkertijd de calorieën beperkt, dan is ook gedurende de overgang het verlies van buikvet wat is ontwikkeld gedurende de overgang mogelijk, omdat jij dan met behulp van je voeding het evenwicht, wat heel makkelijk vanaf de overgang verstoord kan raken, ook wel weer kan helpen herstellen. En dat is dus een voorwaarde, wil jij überhaupt vetten uit jouw buikholte kunnen afbreken. Want dat kan niet wanneer het evenwicht in jouw lijf niet heerst, al heel snel de afgifte van cortisol, een stresshormoon, plaatsvindt. Want dat hormoon zorgt voor vetopslag in de buikholte.